Ludo, ik mag jou dubbel feliciteren. Overwinning en man of the match. Ja, klopt. Dankjewel. Ja, zeker. Ja. Zelf ook heel positief over je spel vandaag? Ja, zeker. De eerste helft was wat minder voor mij. Maar ik denk de tweede helft hebben we met z'n allen gewoon goed gespeeld. En zag je dat we ook doelpunten gingen maken. Ja, want de eerste helft kregen jullie al een legio aan kansen. Wat zeg je dan tegen elkaar in de rust? Ja, van kom op, kansen afmaken en gewoon kopje erbij houden. En gewoon doorgaan waar de eerste helft mee zijn geëindigd. Ja. Want we begonnen goed, we waren fel, we waren kort. En de tweede helft trekken we die lijn door en zien we dat we de winst pakken. Ja, hebben jullie wel gewoon zijn jullie hetzelfde spelletje blijven spelen als in de eerste helft? Dus wat je gewoon zegt van doorgaan waar je mee bezig bent? Ja, tuurlijk. We hebben gewoon tegen elkaar gezegd van we blijven gewoon kort en gewoon met z'n allen, met het publiek en iedereen mee. Ja, je ziet dat we zo lekker een potje hebben gespeeld en goede winst hebben gepakt. Ja, dat is lekker. De feestdagen ingaan zo. Ja, zeker. Lekker vakantie en kerst, nieuwjaar. Dus naar de tweede periode toe werken. Zeker. Kijk je op de afgelopen maanden terug? Heel positief. Ook heel snel, natuurlijk. Maar ook heel veel geleerd. En ja, sowieso. We hebben niet een top eerste periode gehad tegen Groningen, maar je ziet dat we als team weer erboven opkruipen en weer de winst pakken hier in eigen huis. Ja, ja. En voor jezelf, want het zijn natuurlijk voor jou ook hele bijzondere maanden geweest. Ja, zeker. Voor mezelf is het echt heel snel gegaan en gelukkig heb ik gewoon mijn beide benen op de grond en mijn kop erbij blijven houden. En dus, ja, en ik... De trainer ben ik ook heel dankbaar dat hij me gewoon elke week gewoon erin zet en heel veel vertrouwen aan me geeft. Ja. Dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. Ja, want als je dan de laatste wedstrijd in 2017 wordt uitgekozen tot man of the match, dan voetballend kun je dus ook gewoon heel goed mee. Ja, klopt. Ik van het begin van het seizoen, voorbereiding, dan train je met die jongens mee en speel je ook wedstrijden op een gegeven moment en dan raak je gewend aan het niveau. Ja, en als je dan nu de laatste wedstrijd van de periode, dat je dan man of the match kan worden, dan is dat extra lekker natuurlijk. Ja.